Het klinkt als een jongensboek. Rick Engelkes uit Alphen aan de Rijn werd begin jaren 90 beroemd als dokter Simon Dekker in Goede Tijden, Slechte Tijden. En is inmiddels een succesvolle acteur en producent. Zijn eigen productiebedrijf, REP, bestaat al bijna 20 jaar. Zijn bedrijf heeft een kantoor in de havens van Amsterdam. Wat ooit klein begon, is uitgegroeid tot een onderneming met 8 à 10 mensen in vaste dienst. En tijdens de verschillende theatervoorstellingen en filmopnames loopt dat aantal zelfs op tot rond de 50. We hebben net het persbericht uitgestuurd van Kruimeltje. En dat is een film waar ik natuurlijk 20 jaar geleden in speelde als de vader. En dat is ook een project wat mij nauw aan het hart ligt. Daar heb ik echt iets mee. Heb ik ook een musical van gemaakt en ook nog een televisieserie. En nu hebben we deel 2 eigenlijk helemaal ontwikkeld, een heel scenario. Dus wat het vervolg. En dat is helemaal nieuw en die gaan we in april opnemen. Dus dat is waar we op dit moment mee bezig zijn. Acteer je eigenlijk nog wel? Hoeveel acteer je nog? Nou, nu weinig. Ik heb zeg maar in deze film een soort cameootje, dus 1 of 2 scènetjes. Het was meer een knipoog naar hoe ik ooit bekend ben geworden inderdaad als dokter in Goede Tijden. En misschien in de films die we nu gaan komen, dat ik daar, als ik denk vanavond een wel leuke rol in, dat ik die nog misschien even doe. Want ik vind het, ik heb een periode gehad zeg maar dat ik het altijd last van, als ik dan te lang niet acteerde, dan werd ik heel onrustig en dan wilde ik weer wat gaan spelen. En als ik dan te lang speelde, werd ik onrustig omdat ik dacht, ja, ik heb niet genoeg aandacht voor het bedrijf in het produceren. Dus nu, maar inmiddels heb ik toch een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om meer op het produceren te focussen. Het is niet zo dat je vergoed van het witte doek of van het toneel verdwenen bent. Nee, zeker niet. Maar het is wel, moet net even uitkomen. Dat kost ook veel tijd. Vorig jaar maakte Engelkes zijn debuut als filmproducent. En dat was gelijk een schot in de roos. De comedy Huisvrouwen bestaan niet was met 300.000 bezoekers de succesvolste Nederlandse film van 2017. Dat heeft al nog relatief lang op zich laten wachten. Ja, veel te lang. Maar dat was eigenlijk toch omdat ik, wat ik net ook allemaal zei, met heel veel andere dingen ook bezig was. Op een gegeven moment ook iets meer focus nodig had. En ook nog speelde. Dus ja, maar ik had al wel. Kijk, vaak gaat er natuurlijk wel een tijd al aan vooraf. Hè? Want je bent natuurlijk met de ontwikkeling bezig. Met van je script schrijven en de financiering van een film. Dat zijn vrij lange trajecten. Als je nou bedenkt het Kruimeltje die we nu gaan maken. Ik denk dat ik daar 6 jaar geleden al aan begonnen was. En Huisvrouwen waren we ook al 3 jaar mee bezig. En nu gaat het wat sneller. En ik heb daar ook nu speciaal iemand voor aangenomen die specifiek echt alleen maar film doet. De voormalig Alphenaar kijkt nog steeds met veel plezier terug op zijn periode bij GTST. Het was de eerste Nederlandse soap op televisie. En als acteurs van het eerste uur waren Engelkes en zijn collega's ongekend populair bij het publiek. Natuurlijk, je denkt je gaat acteren, maar dat was dan toevallig de allereerste soap in Nederland die 5 keer per week op televisie was. Ja, dat verander je hele leven verandert dan. Dat zeggen ze dan ook wel, maar en dan geloof je dat niet, maar dat gebeurt wel echt. Dat je ineens een publiek figuur wordt, maar dat je ook niet meer over straat kan. Dat je niet meer, zoals ik wel altijd naar de Albert Kuip ging, maar dat echt niet meer kon. Want dan kwam je niet meer weg. Of als je een opening deed, dat de auto met bodyguards, dat je af was met de jongens, met Reinoud en met Anthony voetballen. En dan gingen we heel onschuldig, in Brabant was het het ergst. Hadden we zo'n wedstrijd en dan stonden we in de kleedkamers en dan konden we niet meer. Dan moest de politie, ME er aan te pas komen met een ME-bus met zo'n heel cordon om ons er wel af te voeren. Allemaal gillende vrouwen. Over het algemeen wel.